Hallo allemaal, ik wilde het deze week eens met jullie hebben over rituelen. Rituelen, dat klinkt misschien wat ingewikkeld als iets van de kerk. Maar een heel eenvoudig ritueel waar wij alle dagen, tenminste dat hoop ik, alle dagen een aantal keren mee bezig zijn, dat is het handenwassen. Ik ga zometeen eten en dan is het weer zover in deze coronatijd. Dat betekent wel 20 seconden handenwassen. En 20 seconden, dat valt lang. Ik denk altijd even aan het water gebruiken en dan doe ik hem uit. En dan beetje voor beetje neem ik mijn tijd. Heel vaak ga je te snel. En ik las ergens bij een collega dat je hardop het Onze Vader zou kunnen bidden. En ik stelde me voor hoe dat zou gaan. Ik vind het zelf een beetje vreemd. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Het is gek. Het voelt voor mij bijna een beetje oneerbiedig. Toch is ook het gebed, net als handen wassen, een ritueel. Een ritueel waarvan het soms fijn is dat je zo'n gebed bij wijze van spreken vanuit je hart kan zeggen. Zoals velen van ons het Onze Vader vanuit ons hart kunnen zeggen. Of zoals velen van ons vaak misschien wel woordeloos bidden, in het kleine, in het dagelijkse. Toch hebben we ook geleerd vanuit de praktijk van vroeger in het kloosterleven dat het belangrijk is om op gezette tijden te bidden. En ons daar gebedshoudingen, rituelen bij aan te meten. Wat denken jullie? Zit ik op 20 seconden? Ik gok van wel, hè. Het is tijd om af te spoelen. Als klein meisje leerde ik van mijn moeder bidden. We hadden een prachtig tablootje wat aan de wand hing van een knielend meisje dat zo haar handen vouwde. En dat was het idee. Je leerde om je handen te vouwen en je ogen te sluiten. En zo was je eerbiedig. Of je nu op deze manier bidt of met je handen gevouwen, ik zou willen zeggen, net als dat het handen wassen misschien een nieuw ritueel is van 20 seconden, vergeet ook dat andere ritueel niet, dat aloude ritueel, het gebed. En ik wil met jullie hier in de keuken een gebed bidden uit een klein boekje wat ik van een van jullie heb gekregen. Het gaat zo. Mag ik jullie voorgaan? Onderweg en niet weten waarheen. Maar ergens staat diep in mijn hart gegrift, dit is de weg die wij moeten gaan. Onderweg en geen spoor, geen kompas. Maar ergens staan tekens in mens en natuur. Tekens van leven die ons dragen. Onderweg en niet weten waarom. Maar soms als ik luister naar het lied van de stilte. Als ik rust in het diepst van mijn ziel. Hoor ik u, mijn God, in mijn lief en mijn leed. Weet ik u in dood en leven, zie ik u in tijd en eeuwigheid. Amen.